decanteren van de wijn. Zojuist een glas wijn ingeschonken, een glas rode wijn, u ziet het. Er zit wat droesem in het glas en er zit wat droesem in de wijn. Dus de wijn moet worden gedecanteerd. En decanteren houdt eigenlijk in de wijn ontdoen van zijn depot. Oké, wat we gaan doen, steken zo meteen dit kaarsje aan. Dat ga ik nu alvast doen. En door middel van het kaarsje, door het licht van het kaarsje, kan je in de wijn, de buik van de wijn, wat ik zo meteen ook laat zien, kan je als het ware het droesem zien zitten. Dan kan je de wijn zo helemaal leeg schenken, uitserveren. En op het moment dat je ziet dat de droesem helemaal aan het einde is, dat je hem bijna in de karaf gaat serveren, dan moet je stoppen en is de wijn gedecanteerd. Oké. Wat we als eerste gaan doen is de karaf vineren. En vineren houdt eigenlijk in even een klein beetje van de wijn door de karaf en de karaf spoelen. Giet het gewoon langzaam in. En je laat als het ware de wijn, elk stukje van de karaf, in contact komen. Zo is de karaf gevineerd en dat giet je weer terug in het glas. Niet te snel, altijd voorzichtig. Als je het te snel doet, dan ligt alles ernaast en niet in het glas. Zo. Een servet gebruiken. Oké. Even wat ruimte maken. Pak de fles en die zet je een centimeter of 10 boven het kaarsje. Leg je in de karaf en je gaat hem gewoon uitserveren. En je gaat net zo lang serveren. Je kijkt als het ware van boven naar beneden, kijk je door het flesje heen en je ziet het licht. En op het moment dat je ziet dat de depot naar voren komt, dan is het een teken dat je moet stoppen. Nou, hier zit echt behoorlijk wat depot en wijncensuur ook doorheen. En depot is eigenlijk niets meer dan het restproduct van de wijn. Zit wat van de schilletjes, zit er vaak wat bij het persen mee is gegaan en wat van de stof. Kijk. En dan kun je hier aan de zijkant kun je goed zien wat het is. Dit is het depot van de wijn. Heel dun, droesem. En dit is echt niet lekker als het in het glas zit. Dus dit moet er echt uit. En vandaar dat we de wijn dus decanteren. Oké, nou, kaasje kan uit. Je mag hem niet uitblazen, je moet het met je vingers doen. Zo. En nu is de wijn gedecanteerd en klaar om geserveerd te worden.